Kan ik iets voor je doen? Kan ik iets voor je zijn? In het wrange seizoen, met een kruipend venijn. Kan ik iets voor je zijn? Met een blik, een gebaar, met een arm om je heen, of een hand uit je haar. Kan ik iets voor je zijn in je grote gemis? Omdat wie je zo lief had er nu niet meer is. Kan ik iets voor je doen met een blik, met een woord? Dat doet denken aan toen dat je even weer voelt. Zelfgemaakte systemen, door onze zelfbedachte regels, we u inperken, ons zicht op u vertroebelen en u gaan zien als een soort Big Brother-achtige God, die precies bijhoudt wat we goed doen, wat we fout doen, en links en rechts strooit met ellende, verdriet en narigheid. En alsjeblieft, lieve papa, wilt u ervoor zorgen dat we u zien als onze Big Brother, die voortdurend naar ons toe komt en voortdurend tegen ons zegt: ik heb je vrijgekocht, je bent vrij, laat jezelf niet een nieuw slavenjuk opleggen. Kom los van het systeem en van de regels. En zie me als een echte grote broer die tegen je zegt: kan ik iets voor je doen? Kan ik iets voor je zijn? In je nood, in je pijn, in je verdriet. Mag ik het zijn? Een arm om je heen. Lieve papa, leer ons u zo te zien. Amen. Kan ik iets voor je zijn? Een soort arm om je heen, zodat het iets minder schrijnt en je niet zo alleen.